Ik vind dit echt weer een leuke video om te maken. Aan de ene kant een soort live update van hoe ik nu tegen dingen aankijk. Maar ook gewoon heel veel waardevolle tips voor jullie om gewoon echt veel lekkerder in je vel te zitten. Want lekker in je vel zitten is zoveel meer dan je gewicht, je uiterlijk. Op de, hoe noem je dat? Ik weet niet wat ik hiermee probeer. Het is een hele andere mindset switch die je dan aangaat. Maar hoe kom ik hierop? Het allereerste wat ik over mindset kwijt wil is journalen. Journalen kan je zoveel opleveren. En hoe leuk is het om gewoon... Kijk, want weet je wat het is met mindset? Je kan over de tijd kan je zo veranderd zijn. En kan je zoveel meer ontwikkelingen hebben doorgemaakt. Alleen misschien merk je dat niet. Omdat je mindset dingen, dat is iets waar je langzaam in groeit. Dus langzamerhand word je positiever. Langzamerhand krijg je meer goede vibes, zeg maar. Langzamerhand doe je meer afstand van beperkende overtuigingen. En doordat het zo geleidelijk gaat, is het heel makkelijk om te vergeten waar je vandaan komt. Maar als je een journal hebt bijgehouden, kun je altijd teruglezen en zien hoe jij op dat moment in het leven staat. Dus mijn advies is om dat dan ook te doen. En dat kan door bijvoorbeeld een... Je hebt de 5-minute journal, je hebt het manifestatiedagboek. Er zijn allerlei soort van dagboeken te koop waarin al standaard prompts staan. Dus dan wordt al iets gevraagd aan je wat je gewoon standaard kan invullen. Daar kun je heel makkelijk mee beginnen. Maar ik heb ook een losse video over journalen waarin ik meer vertel hoe je dat kunt doen en wat de voordelen van zijn en hoe je kunt beginnen. Dus check die vooral ook eventjes. Lees boeken. Soms heb ik echt zo'n fase, zeg maar, waarin ik echt heel veel boeken lees. En dan zwakt het weer wat meer af, zeg maar. Dan lees ik weer wat minder en dan lees ik weer wat meer. Alleen ik merk wel dat iedere keer als ik lees, dat ik gewoon... Ja, je krijgt gewoon heel veel... Of je krijgt weer bevestiging voor dingen wat je al wist, maar je leest het op een andere manier, waardoor het meer binnenkomt. Of je leest nieuwe inzichten, waardoor je echt gewoon zo groeit als persoon, waarin je echt gewoon die ontwikkelingen kunt doormaken en waardoor je steeds beter weet waar jij goed op gaat, wat goed voor jou voelt. Het ligt eraan als je natuurlijk persoonlijke ontwikkelingsboeken, daar heb ik het over, niet romans en dat soort dingen, niet verhalen, maar daar kun je ook wat uithalen. Maar ik heb het meer over persoonlijke ontwikkelingsboeken. Dat kan gewoon zo onwijs veel voor je doen. En je ook gewoon die reminders geven, zeg maar, waardoor je jezelf beter leert kennen en je mindset dus veel beter kunt ontwikkelen, waardoor je gewoon heel anders in het leven kan komen te staan. Dus dat wil ik je ook gewoon echt adviseren. En ik heb dus ook de boekenplank in het leven geroepen. Die heb ik volgens mij al eerder hier op YouTube ook vermeld, maar dat is op Instagram. Daarin laat ik je zeg maar zien welke boeken ik lees en welke boeken ik wil gaan lezen. En dat is ook een oproepje naar jullie om ook jullie boeken te delen. Omdat we op deze manier delen we zeg maar die inspiratie. Delen we die tips en zo met elkaar. Wat gewoon heel waardevol kan zijn. Want hoe leuk is het om... Kijk, je kan wel op bol.com kijken naar de meest populaire boeken. Maar dan zie je toch altijd een beetje de standaard dingen zeg maar die al wel bekend zijn. Maar soms zie je boeken van andere mensen dat je denkt... Oh, dat is eigenlijk heel interessant. En dat is eigenlijk wat ik wou bereiken met de boekenplank. Dus... Heb je leuke boeken? Deel ze vooral en gebruik de hashtag FA Boekenplank. En dan de volgende tip waar ik het over wil gaan hebben is meditatie. En nee, dat hoeft niet zweverig te zijn. Dat is eigenlijk helemaal niet zweverig. Dat is juist gewoon connectie met jezelf. En eigenlijk is het gewoon niets meer dan in het nu zijn. En dat kan heel makkelijk door gewoon rustig te gaan zitten... Beide voeten op de grond. Hand bijvoorbeeld op je buik of op je borst. Rustig aanvoelen hoe je je voelt. En je ogen sluiten. En je focus op je ademhaling. En steeds als een gedachte opkomt. Steeds als je wordt afgeleid. Dan keer je gewoon met liefde. Keer je weer terug naar jezelf. En dat kan een heel goed begin zijn om daarmee te starten. En wat ik net al zei. Het is niet zweverig. Het is gewoon puur in het moment zijn. En connectie met jezelf. Ik bedoel, wat zijn zweverig aan? Dat is juist gegrond, geaard en... Op de... Hoe noem je dat? Ik weet niet wat ik hiermee probeer te zeggen. Maar goed. Het is juist gewoon heel erg de connectie met jezelf. Zeg maar aanvoelen wat er in jou ook speelt. En dat hoeft nog niet eens. Het kan ook gewoon als je een drukke dag hebt. Even dat momentje voor jezelf pakken. Even rust. Even niks aan je hoofd. En
Wat ook heel erg kan helpen is bijvoorbeeld een bodyscan. Of gewoon sowieso een mindfulness ademmeditatie of iets. Waarbij je eigenlijk gewoon letterlijk de delen van je lichaam zeg maar afgaat. Dus je voelt je voeten, je tenen zelfs, je voeten, je enkels, je onderbenen. Zo ga je stapje voor stapje door je lichaam. En door daar je aandacht op te focussen kom je veel meer in het nu. En zul je ook merken dat je dat gedurende de dag, de week... zult ervaren. Dus veel meer bewustzijn. Dat is het woord waar ik naar zocht. Dus ik hoop dat je dat een keer gaat proberen. En als je dat niet gaat proberen, dan is dat ook helemaal goed. Alleen ja, ik deel gewoon wat eventueel voor je kan helpen om meer geluk en meer wellness te ervaren. Dus wat wil ik nog meer zeggen daarover? Er zijn natuurlijk ook heel veel podcasts te vinden op Spotify. En heel veel apps natuurlijk die je kunnen begeleiden in het volgen van een meditatie. Dus doe ook hierin vooral weer wat goed voelt voor jou. En dan nog een laatste in de mindset onderdeel waar ik het over wil hebben is hoe communiceer je met jezelf? En dit is een hele belangrijke, mocht je hier zelf ook meer over willen lezen bijvoorbeeld... Dan is het boek Je kunt je leven helen van Louise Hay een aanrader daarvoor. Check die vooral eventjes. Link is in de beschrijving. En die staat ook op mijn boekenplank trouwens. Ik heb hem laatst uitgelezen. Maar zij vertelt dus ook over de connectie en de verbinding met jezelf. En hoe jij met jezelf communiceert. Dat een enorme impact heeft op je leven. En dat heb ik zelf ook ervaren. Want een paar jaar geleden... was ik nog altijd zo heel hard voor mezelf. Dat ik altijd zei van, oké, ik moet dit doen. Dit is mijn to-do-list. Ik moet dit allemaal afvinken. En als ik het niet afhaal of als ik op de bank ging liggen... omdat ik echt gesloopt was van hoeveel ik had gewerkt... dat ik me dan schuldig ging voelen. Of dat ik dan dacht van, ik moet nu eigenlijk dit of ik moet nu eigenlijk dat. Nu, op dit moment, denk ik echt... ten eerste, ik moet helemaal niks. En er moet dingetjes die ik mezelf opleg... Dat moet ik blijkbaar van mezelf, maar dat moet ik dan ook niet, want dat is iets wat ik zelf vind dat ik moet doen. Snap je wat ik bedoel? Nou, het is een heel vaag verhaal, maar kijk, er zijn natuurlijk wel moetjes die je hebt in je leven. Ik bedoel, als je een baan hebt, dan moet je naar je werk, want anders komt er geen geld binnen. Weet je, dat is een beetje anders, andere kijk erop, maar vooral met moeten bedoel ik ook te zeggen dat... heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld, ik moet daarheen, of ik moet even naar de winkel... Verander dat moeten eens in willen. Ik wil naar de winkel. Ik wil dit doen. Ik wil naar mijn werk. Of ik mag naar mijn werk. Dat je gaat dingen ook meer als een soort dankbaarheid. Als een soort blessing zien. Dat je werk hebt. Je gaat dingen als een blessing zien dat je naar de winkel kan. Dat je geld hebt. Weet je? En al dat soort dingen. Het is een hele andere mindset switch die je dan aangaat. Maar hoe kom ik hierop? Op de communiceren met jezelf. Ja, hoe communiceren met jezelf. Ja. En dat heeft dus ook mee te maken dat ik dus minder hard zeg maar, naar mezelf ben geworden. En dat ik mezelf meer vrijheid en relaxedheid gun zeg maar, in het werken. Daarom zei ik laatst ook, volgens mij in mijn vorige vlog, zei ik al. Van ik maak meer een can-do list in plaats van een to-do list. Want to-do klinkt zo to-do. Ik moet dit doen. En nu is het gewoon zo can-do. Waar heb ik zin in vandaag? I can do this. I can do that. Weet je, maar... of het echt gedaan wordt. I don't care. Weet je, ik ga gewoon mee met de flow van de dag. In ieder geval probeer ik zoveel mogelijk. En dat is een hele andere manier van werken. En het geeft veel meer lucht, veel meer ruimte. En zo ga je ook inzien dat heel veel dingen eigenlijk helemaal niet vandaag hoeven. En dat je daarin wel gewoon die ruimte zeg maar, kunt voelen en creëren voor jezelf. Want waar ik eerder ook dacht van... ik heb geen tijd voor dit, of ik heb geen tijd voor dat, of ik kom tijd tekort. Nu denk ik echt, ik heb zeeën van tijd. Het is echt... een hele andere kijk op je leven. Nou ja, en hoe communiceer je met jezelf gaat natuurlijk ook over jezelf liefdevol toespreken. Jezelf niet afsnauwen als er iets misgaat. Want dat is natuurlijk een van de eerste dingen die wij doen. Als we een foutje maken op werk of als we ergens gedurende dag tegenaan lopen. Dan zeg je, moet je ook niet zo stom doen. Of waarom doe je dit nou weer? Allemaal van dat soort dingen die we dan tegen onszelf zeggen. Maar wanneer is de laatste keer dat jij tegen jezelf zei, het is oké, het geeft niet. Ik doe mijn best. Al dat soort dingen. Probeer daarin ook naar jezelf te verzachten en de toon die je naar jezelf aanslaat om te slaan naar iets positievers. Praat tegen jezelf zoals je tegen je beste vriendin zou praten.
En kijk eens wat dat jou gaat opleveren. Ik denk heel veel moois. Nou, en dan heb ik nog een... Wow, nou. Dan heb ik nog een laatste onderdeel. Life heet het. Nou, daar heb ik gewoon een algemene tip, zeg maar. En de allereerste die erop staat is... Hou je omgeving netjes. En daarom bedoel ik vooral, weet je, zorg dat er niet overal in je zicht allemaal klutter, allemaal zooi ligt. Want iedere keer als je naar kijkt, dan denk je, oh, wat een zooi, wat een troep. Moet het eigenlijk echt nog opruimen. Weet je, dat soort gevoelens krijg je dan daarvan. Terwijl als alles een plekje heeft, alles is georganiseerd. En natuurlijk is het niet altijd haalbaar om je huis spik en span. Maar daar gaat het ook niet over. Het gaat over dat je het over globaal. Dat alles een plekje heeft, weet je. En dat je gewoon georganiseerd. Het geeft gewoon zo'n anders, zo'n fijner gevoel als dat het geval is. En ik merk ook, zeg maar, zelf wat het voor mijn gemoedstoestand doet. Het kan echt je vibratie verhogen. En als ik zeg vibratie, dan bedoel ik gewoon je energie. Je energieniveau kan het op een heel ander level brengen. Omdat je, ja, de boel is geordend, zeg maar. Alles heeft een plekje en het voelt gewoon rustiger. Het voelt rustig als je door de ruimte kijkt, zeg maar. Waardoor er dus meer eigenlijk headspace eigenlijk vrijkomt voor andere dingen. Dus hou je omgeving lekker netjes en lekker fris. Dat doet heel veel goeds voor je. En opruimen is trouwens ook een hele goede manier om je beter te voelen. En om je gemoedstoestand te verhogen. En de tweede wat ik heb in life is doe vooral waar jij gelukkig van wordt. Wat is iets waar jij je helemaal in kan verliezen? Wat is iets waardoor jij de tijd vergeet? Wat is iets waardoor jij er helemaal in op kan gaan en alles eigenlijk aan je voorbij gaat? En ja, vraag dat jezelf eens af. Weet je, wat is misschien iets wat je als kind altijd deed, waar je nu eigenlijk de verbinding mee hebt verloren? En wat je nu eigenlijk al een hele lange tijd niet meer hebt gedaan? Wat is dat voor jou? En ga daar dan meer van doen. Want waarschijnlijk maakt dat je heel gelukkig. Maar misschien maak je er niet genoeg tijd voor. Maar kijk eens of je dat eens wat meer kan gaan doen. En daarbij ook, weet je, luisteren naar vrolijke muziek, podcast. Kan ook enorm bijdragen aan je gemoedstoestand en aan een goed gevoel. Podcast die grappig zijn, informatief, maar op een leuke manier. Of podcasts waar je heel veel van leert. Of die mindset tips geven, waardoor je meer kan ontwikkelen. Of hele vrolijke muziek, waardoor je echt gewoon dansend door de dag gaat, zeg maar. Je kan zoveel doen. Dus als je een keer wat minder voelt, zet dan eens hele vrolijke muziek op. Of van die grappige muziek. Je hebt ook van die mama appelsap nummers, zeg maar. Waarin je bepaalde dingen kan horen die eigenlijk niet gezegd worden. Maar in de Nederlandse taal hoor je ze toch echt. Dat soort dingen vind ik soms ook heel grappig. Of songs to sing in the shower. Of een hele foute oude 90s muziek, zeg maar. Echt gewoon, ja, leuke good vibes muziek. En dan de laatste tip die ik heb is social media en de media over het algemeen. Hoe laat het jou voelen? Ben jij veel bezig met het nieuws? Merk je daardoor dat je negatief wordt? Of dat je een negatieve vibe krijgt? Probeer dat voor jezelf eens af te vragen en te kijken waarin jij kan schommelen, zeg maar, of dingen kan tweaken om een fijner gevoel te ervaren. Nou ja, misschien vind je het wel fijn om gewoon geen nieuws te kijken. Dat kan heel erg helpen. Maar anders bijvoorbeeld ook je Instagram pagina, die kun je ook opschonen door alleen maar de pagina's te volgen waar jij blijdschap en energie van krijgt. Misschien is dat wel een hele leuke, grappige kattenpagina waar ze allemaal leuke, schattige kattenfilmpjes laten zien. Of eentje met memes en zo waar je helemaal stuk op gaat. Kijk, dat is natuurlijk super positief en een leuke manier van social media. Maar volg jij allemaal bijvoorbeeld fitness influencers waardoor je eigenlijk een slecht gevoel over jezelf krijgt. Of waarmee je jezelf gaat vergelijken en denkt, ik wil ook zo zijn. Of waarom ben ik daar nog niet? Of waardoor je allemaal negatieve gedachten eigenlijk krijgt. Probeer dat in kaart te brengen voor jezelf en daarmee aan de slag te gaan. Ik denk dat het je heel veel zal opleveren, omdat we toch heel veel bezig zijn met social media en daar toch best wel veel op zitten. Dus probeer ook daarin voor jezelf je energie te beschermen. En met dat gezegd hebbende is dit de laatste tip. Ik vind dit echt weer een leuke video om te maken, omdat ik hierin echt een beetje soort van... Aan de ene kant een soort live update van hoe ik nu tegen dingen aankijk. Maar ook gewoon heel veel waardevolle tips voor jullie om gewoon echt veel lekker in je vel te zitten. Want lekker in je vel zitten is zoveel meer dan je gewicht, je uiterlijk.
wat je eet, hoe je beweegt. Het is allesomvattend en dat is wat ik hoop te delen de komende tijd met jullie. Nog veel meer gewoon wellness, gewoon dat goede vibe, goede gevoel, lekker in je lijf zitten. En ik hoop dat deze video dat voor jou heeft gedaan, dat je hierdoor lekker in je vel zit, dat je nieuwe tips en informatie hebt opgedaan, waardoor je kan groeien als persoon. Want dat is uiteindelijk mijn doel, om jullie allemaal mee te nemen in een hele goede vibe. Dus ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Als je deze video leuk en informatief vond, waardeer ik het heel erg als je een duimpje omhoog wil klikken. Het support echt mijn kanaal. En daardoor weet ik natuurlijk ook welke video's jullie leuk vinden om te zien. En vergeet ook vooral niet te subscriben. Dan blijf als eerste op de hoogte van alle nieuwe video's. En dan zie ik je graag weer terug in een nieuwe FitTerics video. Bedankt voor het kijken. Doei!